Ik ben Tayebe en ik ben moeder van 3 dochters en ik ben huisvrouw. Oké. Wat houdt moederschap precies voor u in, om algemeen te beginnen? Moederschap betekent alles voor mij. Moederschap betekent meer verantwoordelijkheid. En als mijn kinderen bij mij is, dan ben ik heel blij en ik kan alles kwijt bij hen. Oké. En wat zijn de belangrijkste taken voor een moeder volgens u in het algemeen? Ja, dat ze altijd aan God denken, in de pad van Allah blijven, in Ahlul Bayt salam alayha, bidden, hijab hebben, dat soort dingen. Oké, dus over de islam vooral. Hoe heeft u de islam dan precies geïntegreerd in het leven van uw kinderen? Ja, ik ben een moslima en ik wil dat mijn kinderen ook moslim zijn. Ik moet meer liefde geven aan hen. En ja, dat ze altijd in de grenzen van de islam blijven. Dat wil ik en zo geef ik het door aan hen. En op welke manier probeert u dat door te geven? En altijd, ja, bijvoorbeeld, ik heb goede voorbeelden in islam. Hele belangrijke personen. Okay. En die noem ik bijvoorbeeld voor hun Fatima Zahra en Hazrat Zainab salam alayha. Dat ze altijd aan hun wat kunnen meer leren van hun leven. Dus als u een voorbeeld moet nemen van de Ahlul Bayt aan iemand aan wie u een voorbeeld neemt in de opvoeding, dan is dat. Fatima Zahra salam alayha en Hazrat Zainab salam alayha. En kunt u daarvan een voorbeeld geven wat u precies van hun heeft geleerd en dat heeft toegepast in de opvoeding? Ja, ik hoor altijd dat een hele moeilijke moment hadden ze geduld. En vooral in Ashura. En ze blijven altijd aan God denken, nooit overgeven. En dat is belangrijk, ze hadden altijd geduld. Ja, dat. Ja. Oké. Okay. En zijn er moeilijkheden die u heeft ervaren betreft de opvoeding volgens de leer van de Ahlul Bayt, alayhi salam, in het Westen? Ja, natuurlijk. Het cultuur. Hier in Nederland is een helemaal andere cultuur dan mijn land. Toen ik jong was, in mijn tijd, helemaal anders geweest. En wij luisteren altijd naar onze ouders. Maar ik zie dat nu niet meer. Soms gaan ze brutaal te worden en niet luisteren. En ik ben bang dat mijn kinderen door de Nederlandse cultuur beïnvloed worden en hun weg kwijtraken. En wat doet u precies om dat te voorkomen? Ik blijf gewoon geduldig. En als ze niet luisteren, dan kan ik niet ze slaan. Nee. Gewoon geduldig blijven. En wat voor wensen heeft u als moeder zijn voor uw kinderen, voor uw dochters? Ja, het belangrijkste dat ze eerst moeten ze hijab hebben. Het is niet alleen maar hoofddoek en kleren, ook gedrag. En daarnaast, ze moeten altijd eerlijk zijn. En iedereen helpen, respect hebben tegen ouders of andere mensen. Dat is het belangrijkste, vind ik. Oké. Okay. En zijn er du'a's die u regelmatig reciteert voor uw dochters? Ja, tuurlijk. Ja, du'a'i Kumail, hadith sharif kisa, ziyarat ashura en du'a'i tawassul, salawat. En waarom precies deze? Omdat ik vind dat zijn de goede du'a's. En welke belangrijke punten volgens u wilt u uw kinderen meegeven op islamitisch gebied? Welke vindt u het belangrijkste om ze mee te geven? Ja, ik zei net dat eerst vind ik hijab en daarnaast eerlijk zijn. Niet liegen. Altijd bereikbaar voor hun ouders, voor iedereen. Helpen, goed studeren. Okay. Ja. De gelukkigste momenten in uw leven als moeder zijnde, kunt u daar iets over vertellen? Een mooie herinnering of wat voor u de gelukkigste momenten zijn? Ja, tuurlijk. Toen mijn dochter jonger was en ze schaamde altijd over dat ik moslim ben.
En ze luisterde ook niet naar mij over hijab. Als ik vraagde dat je moet hijab hebben, ze schaamde altijd. En op een dag haar vriendin zei, ze was hindoe. Ze zei, je hoeft je niet te schamen. Het is niet belangrijk dat je moslim bent en hijab hebt. Je moet gewoon goede mensen te zijn. Iedereen helpen, geen slechte dingen te doen. En ze praatte best veel met haar. En daarna, mijn dochter is helemaal veranderd. En ze had begonnen met hijab te hebben. En anderen naar moskee te gaan. Ja, daarna trots ze op zichzelf. Oké. En op zulke lastige momenten, dat uw dochter bijvoorbeeld moeite had met haar geloof in het Westen, of andere moeilijkheden wat u heeft meegemaakt van uw dochters, hoe gaat u daar precies mee om? Bijvoorbeeld met de hijab van uw dochter, wat deed u precies? Ging u met haar praten? Of? Wat bedoelt u? Ik snap het niet. Toen uw dochter de moeilijkheid had met het geloof, dat ze zich schaamde, zoals u al zei, wat deed u precies toen? Ja, gewoon praten. Gewoon praten, ja. Toen ik had ook hoofddoek en niemand lachte op mij. Op mij niet. Ja, het is niet belangrijk dat ik hoofddoek heb. Ik moet gewoon aardig zijn. Dat is belangrijk. En ja, innerlijk, ja, het is belangrijk. Innerlijk is belangrijk dan uiterlijk. En als u terugkijkt naar uw eigen jeugd, naar uw eigen ouders, wat heeft u tijdens uw eigen jeugd meegekregen op het gebied van het geloof wat u het meest is bijgebleven? Toen ik jong was, we gingen altijd naar de moskee met mijn ouders. En ik heb altijd goede herinneringen. We gingen altijd naar de moskee, mijn vader was gelovige man. En we altijd praten over hijab, bidden, altijd moeten bidden. Maar mijn zussen allemaal niet luisterden, maar niet wat mijn vader wilde dat ze gelijk te doen. Maar ik deed dat altijd. Maar als ik niet deed, dan accepteerde ik. Okay. Ja, en ik geloof dat dat is de waarheid. Ja, we moeten doen. En als u kijkt naar de rol van de moeder en de rol van de vader in het geloof, vindt u dat daar verschillen tussen zitten? Dat de rol van de vader anders is dan de rol van de moeder? Nee, het is belangrijk zoals moeder. Kunt u dat toelichten? Ja, vader is bijvoorbeeld een stam van een boom is. Als die stam of wortels genoeg sterk is, dan wordt de tak en ook sterk. En het is heel belangrijk. Ouders moeten samen hun kinderen opvoeden. Dus u vindt dat de vader eigenlijk de basis is van het gezin, maar dat beide ouders op hun eigen manier de rol eigenlijk toch samen moeten invullen? Okay. Klopt, ja. En als u kijkt naar de huidige jongeren van tegenwoordig hier in Nederland, wat vindt u van ze qua gedrag, qua karakter? Ja, ik kan zeggen alleen maar negatieve kant en positieve kant. Negatieve kant, dat ze gaan snel brutaal te worden en niet luisteren. En de goede kant is, de positieve kant is, dat ze, bij mij gebeurt is dat als mij tegen mijn dochter iets vraagt of zegt, dan gaan ze niet gelijk beslissen. Ze gaan eerst opzoeken. En daarna gaan ze beslissen wat er aan de hand is. Dat vind ik heerlijk. Dus eerst nadenken en dan doen. Ja, en dat vindt u positieve? Positieve kant, ja. En heeft u tips voor de ouders van jongeren met de negatieve kanten die u opnoemde? Hoe zij ermee kunnen omgaan? Ja, gewoon ik weet er niet wat. Hoe zou u bijvoorbeeld omgaan als uw kinderen brutaal doen of niet luisteren of niet doen wat u van ze wenst? Wat zou u met uw dochters doen? Ja, ik zei net, ik ga proberen geduldig te blijven en ik ga meer praten met hen. Ja, als ze niet luisteren, dan kan ik niks aan doen. Okay. En kunt u wat vertellen over uw eigen moeder, hoe de relatie was tussen u en uw eigen moeder? Mijn relatie met mijn moeder was heel goed. En als mijn moeder zegt, ik heb
ik ben de jongste van ons gezin. En ik heb nog 5 zussen en ik heb eigenlijk 6 moeders. En ik heb, en mijn moeder is overleden, jammer genoeg, een hele goede relatie met hen. Okay. Als hun dochters. En welke lessen die u heeft geleerd van uw moeder zijn u het meeste bijgebleven? Dat ik altijd geduldig zijn. Vanaf mijn huwelijk zei ze, toen ik uit het huis gegaan, mijn moeder zei, je moet altijd naar je man luisteren. Vanaf deze dag ga je met je man leven en ik ben niet bij jou. Je moet altijd naar hem luisteren en geduldig blijven. En ik wil, ik wil dat ook aan mijn kinderen doorgeven. En aangezien we nu in een andere tijd leven, vindt u dat bepaalde dingen die u heeft geleerd van uw eigen moeder, dat u dat niet nu kan toepassen bij uw eigen kinderen, omdat we in een andere tijd leven? Dat is moeilijk. Ja, ik kan niet die dingen dat ik aan mijn moeder geleerd, ik kan aan mijn kinderen geven. Omdat ze wonen in een helemaal andere cultuur. Toen was het helemaal anders geweest dan nu. En kunt u een voorbeeld geven van wat bijvoorbeeld niet kan bij uw dochters, wat wel kon bij u? Ja, bijvoorbeeld, als ze gaan trouwen, ik denk niet zo geduldig zijn zoals mij. Ik denk het, ja. Omdat ik zie bijvoorbeeld in het, elke dag zie ik, ik vind ze kunnen niet zo geduldig zijn. Ze gaan zo snel beslissen en weet ik veel. Hoe gaan ze reageren? En ook, u had het ook over dat wanneer u was getrouwd, zei uw moeder dat u heel erg onafhankelijk moest zijn, dat u zelf dat en denkt u dat u dat ook kan verwachten van uw eigen dochters? Klopt, ja. Ik moet onafhankelijk zijn, maar ik denk het niet dat mijn dochters zijn. Ik denk dat ze zijn afhankelijk. Kunnen ze niet. Okay. Nou, bedankt. Ik denk dat we toch wel heel veel van de waarde van de moeder nu kennen. Het lijkt mij een leuk idee om uw dochter erbij te halen. Om te kijken hoe zij tegenover het moederschap kijkt. En luisteren wat tot de komst van zuster Nagis. Het was eigenlijk niet de bedoeling, maar daar staan mijn kist anders dan. Ook ik wil mijn moeder bedanken. Wat was je vraag eigenlijk? Laat ik het dan maar zo doen. Ik had een gedicht voorbereid, maar die zal ik wel nu gebruiken om mijn gevoelens zeg maar, over mijn moeder over te laten komen. Toen ik voor het eerst mijn ogen opendeed en u zag, dacht ik meteen, mijn wereld is compleet. Ik zag u elke dag zoveel moeite doen voor mij. Ik voelde me gezegend met een moeder zoals u naast mij. U voedde mij op de pad van Allah. U deed het zo goed, mashallah. Bij u voel ik me fijn, omdat u de meest zorgvuldige persoon bent. Bij u voel ik me fijn, omdat u de meest waardevolle persoon bent. Bij u voel ik me fijn, omdat u de meest geliefde persoon bent in mijn wereld. In mijn wereld bent u de mooiste vrouw. In mijn wereld bent u de schoonste vrouw. In mijn wereld bent u de geduldigste vrouw. O moeder, wat moest ik toch zonder u? Helemaal alleen op deze wereld, zonder u. O moeder, vergeef mij als ik u slecht heb behandeld ooit. Insha'Allah wordt het nooit meer herhaald. Nee, nooit. Ik heb zo een spijt van al die dagen dat ik niet naar u luisteren zonder mezelf af te vragen of dit is wat Allah wilt. U heeft een unieke positie in de islam en u geeft mij altijd preken, heel leerzaam. Ze zeggen altijd daarom, de hemel ligt onder uw voeten. Insha'Allah zal ik u weer in Jannah ontmoeten. Salawat.
Toch bedankt voor de mooie woorden, zuster. Dan is het nu tijd voor een korte pauze. En dan gaan we inshallah daarna verder met het programma. Zou je aan de hand?